Wat heeft schoolbestuur, vastgoed en 40 miljoen met elkaar te maken? Nou, als je dat aan een gemiddelde burger zou vragen, of misschien aan een gemiddelde leerling die op zo'n ROC zijn studie probeert te volgen, zal niemand een juist antwoord kunnen geven. En toch is het weer gebeurd, voor de zoveelste keer. De bestuurders van het ROC in Leiden hebben er zo een puinhoop van gemaakt met hun zogenaamde investeringen in vastgoed, dat de schade is opgelopen tot 40 miljoen euro. En die schade die moet natuurlijk... Even de voorste. En die schade die moet natuurlijk verhaald worden op de andere ROC's en anders bij de belastingbetaler. Dat gaat dus waarschijnlijk gebeuren, alhoewel sommige politici hebben gezegd, nou ja, laat de boel maar een keer failliet gaan en laat ze het zelf nou maar een keertje oplossen. Wat velen natuurlijk denken van, nou, het zal niet meer dan terecht zijn, dan leren ze het wel af. Maar ja, wat gaat er nou met het bestuur gebeuren en waarom zitten toch al die bedrijven, ja, die totaal niks met vastgoed te maken hebben, in het vastgoed? Nou, weet u het? Ik ook niet en velen niet. Want vastgoed, ja, dat is toch een speciaal wereldje. Daar moet je echt in zitten, zeg maar. En als schoolbestuur, ziekenhuis of zo, heb je daar in principe totaal niks mee te maken. Ja, zou je denken van, wat gaat er nou gebeuren met het bestuur? En wie wordt er verantwoordelijk gehouden voor deze schade? En oh ja, wat is er met het bestuur gebeurd? Hoe gaat het nou met hun? Oh, vastgoed. Nee,